Valentijn, hoe gaat het? Hey, het gaat goed. Dankjewel. Oké, en voordat we over Cirque Valentijn gaan praten, wat is je eerste muziekherinnering? Oeh, nou, het is waarschijnlijk iets van mijn vader. Het zal wel iets Frans of Nederlandstaligs geweest zijn, maar mijn eerste bewuste eigen muziekervaring of zo, van dat ik ook echt dacht van, hey, dit is wat. Het was toen mijn neefje een cd van Michael Jackson en de Jackson 5 liet horen. En wat dacht je toen? Ik dacht van, dit moet ik ook hebben. Dus toen heb ik mijn eerste cd gekocht, ook van de Jackson 5. En vanaf daar verder, toen eigenlijk. Maar wat vond je er zo vet aan dan? Ik denk dat het gewoon 5 jonge broertjes waren en dat ze zagen allemaal vet uit, cool uit. En de muziek was gewoon te gek. En later zag ik dat ze allemaal dansten en gewoon het hele ding eromheen of zo. Dus... En wanneer ben je zelf begonnen met, je speelt gitaar en zang? Ja. Wanneer ben je begonnen? Ik ben om, even kijken, wat was dat ook weer? De vrouw van mijn opa, die gaf gitaarles, dus ik kreeg gitaar en ik ging een keer op les bij haar. En ik vond het verschrikkelijk, dus ik heb daarna die gitaar nooit meer aangeraakt. Toen heb ik, dat was ik denk ik 12? Ja, ik dacht, of 10, nee, ik denk 10 of zo. En toen ben ik op drumles gegaan. En 2 jaar later, toen ik zag dat een jongen in mijn klas op de middelbare school toch wel heel veel aandacht kreeg met zijn gitaar. En ik dacht van, hé, zo goed is hij eigenlijk helemaal niet. Toen ben ik allemaal weer gaan spelen. En het zingen? Zingen, ja, eigenlijk pas toen ik een plaat ging maken of zo. Dus ik dacht van, shit, ik wil gewoon zelf zingen en ik wil zelf die dingen doen. En ik heb twee meisjes om me heen die echt te gek zingen. Dus die laten mij weer wat beter klinken. Dus ik kan het maken om hier en daar een steekje te laten vallen. En wanneer ben je begonnen met zelf nummers schrijven? Ja, sinds dat ik gitaar speelde. Ik denk dat ik toen ik 1 of 2 akkoorden kende of zo, dat we gewoon een bandje gingen oprichten met een paar vrienden van mij. En toen gewoon meteen optreden en nummers maken en met 3 nummers gewoon op gaan treden en zo door eigenlijk. En, toen kon ik eigenlijk heel erg lang maar 2 akkoorden. En omdat ik gewoon meteen alles eromheen ging regelen met schrijven, dus met die 2 akkoorden. En optredens regelen en alles. Maar ja, ik denk meteen al rond mijn 14e, dus toen ik echt voor het echt ging gitaar spelen, toen meteen ook schrijven. En weet je het eerste nummer nog dat je hebt geschreven? Ja, dat is met iemand die zit hier achter ook. Maar dat is met Daniel, de bassist van Koffie trouwens, waar ik ook in speel. Maar dat was Hate Love. Hate Love. Dat is een stukje met haat en een stukje met liefde. En waar gaat het over dan? Dat, ja, okay, haat maar... en liefde. Ja, nou, we hadden geen tekst. Het was alleen maar echt keihard of heel zacht en liefelijk. Dus instrumentaal nummer. Ja. Okay. En je hebt het conservatorium gedaan, toch? Ja. En waarom besloot je zo voor muziek te gaan? Ja, want ik wou eigenlijk een hele tijd op danser worden. En toen wou ik in het circus, wou ik met het circus mee. En een tijdje later zag ik de Chili Peppers, de Red Hot Chili Peppers. En toen zag ik echt gewoon... Ja, toen zat ik ook een beetje in bandjes en zag gewoon hoe cool het kan zijn. Weet je, als je met je vrienden over de hele wereld overgaat. Het is net als een circus eigenlijk. Maar toen ik dat zag, dacht ik van, hey, ik moet echt iets heel goed kunnen. En toen wilde ik het conservatorium gaan doen op eigen rockacademie. Eerst in Tilburg en daarna conservatorium. Maar ja, het was toen wel duidelijk dat ik, dat ik dat leven wou leiden eigenlijk. Oké, en nou ja... Je schreef daarvoor ook liedjes en dan tijdens op het conservatorium ook. Is er echt verschil geweest van toen naar nu? Aanpak? Ja? Oh, in de aanpak. Nou ja, als je zelf schrijft of als ik zelf schreef of zo, was het altijd met mensen die ik zelf uitkoos om muziek mee te maken. En vaak ook mensen die een beetje een vergelijkbare stijl hebben. En toen ik op het conservatorium zat, toen zat ik in een klas met ook een metal drummer en een singer-songwriter, echte zangeres of een... En een country bassist of zo, noem maar wat. En dan moest je samen je materiaal maken. Dus ook om in dat soort situaties muziek te maken waar je zelf achter staat, dat was een beetje het verschil in aanpak. Dat je dan gewoon ter plekke het maar moest doen met de mensen die je om je heen had. Maar wel heel leerzaam om ook met op zo'n in zo'n situatie je eigen dingen te doen of zo. En met Cirque Valentijn? Cirque Valentijn, ja. Yeah. Er stond op je Facebookpagina dat je schaamte voorbij wil gaan of zo. Ja. Hoe zit dat? Ik wil eigenlijk gewoon mensen vrijheid laten voelen.
Dus dat ze gewoon zich niet al te veel druk meer maken om wat iedereen denkt of wat je zou moeten hebben of hoe je zou moeten dansen in de disco of wat je zou moeten drinken als je voor het eerst in de club gaat of zo. Ik probeer eigenlijk meer gewoon. Ik had vroeger echt, bijvoorbeeld ging ik naar Jurassic of the Jungle in de bioscoop. En toen ik klaar was, dan rende ik op de bioscoop uit en slingerde ik in een lantaarnpaal alsof het een liaan was. Maar dat vrijheidsgevoel wil ik eigenlijk bereiken met mijn optredens. Dus ik probeer eigenlijk echt een soort crew te laten zien van en een show die mensen gewoon op hun onderbuikgevoel aanspreekt. Van ik wil dat ook, zoiets. En wie jouw schaamteloos kan nu, beschrijft die eens? Het is niet asociaal, maar gewoon meer dat ik niet verbloem of zo wie ik ben om ergens goed bij te passen of zo. Of ik heb ook wel toen ik bier niet lekker vond, bier gedronken omdat ik niet anders wou zijn of zo. En qua kleding of zo was het toch wel spannend om dan gewoon je eigen dingen te kiezen als iedereen merkkleding heeft of zo. Of ja, ik heb er niet heel erg in aangepast of in meegegaan, maar toch voelde ik wel een beetje voelde ik het op de loer liggen dat gevaarder was. Maar het is meer inderdaad dat ik een soort van eigen visie heb die ik niet verbloem. Oké. Okay. Dus, en er staat ook op dat je bent opgevoed door een schaamteloze grootmoeder. Leg dat zo uit. Ja. Ja, ik weet niet. Ik was fan van mijn oma en ik was er altijd. En mijn oma, dat was echt een bulldozer. Walste ze over iedereen heen met een lage stem. En de stem lager dan Barry White had ze nog. En ze verkondigde iedereen hoe het zat. En ze maakte iedereen verklaard voor gek. En waardoor ik me altijd kapot schaamde. Maar toen ze er niet meer was, dacht ik van, hey shit. Ja, waarom heb ik me zo aangesteld? Waarom doe ik ook gewoon niet lekker vrij? Dat soort dingen. Oké. Okay. Ja. En op het podium, hoe breng je dat tot uiting? Ik heb meer van die beelden die ik. Ja, je ziet in mijn shows denk ik heel veel dingen die ik gewoon zelf heel cool vind. Van een soort familiegevoel vind ik echt heel fijn. Dus ik heb, er is ook een nummer waar we eindigen met allemaal hand in hand zingend en dansjes. We doen allemaal dansjes en zoals ik dat ook bij de Jackson 5 zag of bij allemaal dingen, maar gewoon eigenlijk echt. Ik zag het ook bij The Roots bijvoorbeeld, een live hip-hop band die ergens midden in een show allemaal grote, coole gasten of zo. En een soort lullig Motown dansje doen. Maar omdat zij het dan doen, zo'n coole familie die zulke vette muziek maken, nou, dan wil je daar gewoon ook bij horen. Dus eigenlijk, ja, dansjes en zingen en kleding. Ja, en de verhaaltjes achter de nummers of zo, daar blijkt dat denk ik uit of zo. Je noemde al kleding. Ik las dat jullie allemaal pakjes aan hebben op het podium. Of wel eens, klopt dat? Ja. Zit daar, ja. Eerst wou ik eigenlijk, want de show is nu aan het ontwikkelen. Dus het is niet meer. Het was eerst best wel een soort bonte avond geheel van die is als die, die is als die. Ik wou ook eigenlijk met elk personage er binnen de band moest een bepaalde karaktereigenschap uitbeelden of zo. En dat samen, iedereen samen maakte dan de schaamteloze persoon die alle aspecten van zichzelf zonder gêne aan de buitenwereld liet zien. Maar uiteindelijk dacht ik van, de act is eigenlijk al misschien raar of leuk, bijzonder genoeg om ons ook helemaal te moeten verkleden en zo. En het werd ook een paar keer iets minder serieus genomen. En het hoeft ook allemaal niet zo serieus genomen te worden, maar het moet ook niet afleiden of zo. Dus het is nog steeds extravagant, maar niet dat ik een neus opzet of zo. Dat soort dingen. Oké. Okay. En je album on Pleasure Island, wanneer heb je het eerste nummer daarvoor geschreven? Ik denk in mijn laatste jaar conservatorium. Toen ik was eigenlijk eerst gitarist bij heel veel verschillende bands in dienst van. En op een gegeven moment toen ik ging afstuderen dacht ik van, afstuderen is eigenlijk een soort van visitekaartje naar de buitenwereld. En ik dacht van ja, ga ik een soort profiel schetsen van sessiemuzikant, want ik kan daar en daar spelen. Want ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dat kon. Dus toen ben ik eigenlijk mijn eigen muziek weer gaan maken. En omdat ik dat gewoon heel graag wou laten zien en dat was het moment daarvoor. Dus ik denk vierde jaar conservatorium. En welk nummer was dat? Candy, dat is trouwens ook met op Sang Soo The Night. Die speelt vanavond ook hier, Noorderslag. Maar
Ja, dat is dat liedje. En waar gaan je nummers over het algemeen over? Wat? Eigenlijk is het, zoals het ook heet, aan Pleasure Island. Het is een soort de weg naar Pleasure Island, waar iedereen dus zichzelf kan zijn. Meisjes laten hun okselhaar staan of durven te dansen als apen. En daar gaan eigenlijk de meeste dingen over. En dat allemaal, ja, aspecten daarvan of zo. En waar haal je dan de inspiratie uit de teksten vandaan? Ja, jeugd of zo. Of eigen bevindingen. Of wat ik om me heen zie en zo. Heb je een voorbeeld? Ja, ik weet niet. Dat bijvoorbeeld wat ik net zei. Dat ik op de middelbare school vroeger echt iedereen dezelfde kleren zag dragen. En iedereen was hetzelfde of zo. En nu nog steeds. Iedereen heeft... Het is niet erg hoor. Maar iedereen heeft een knotje bijvoorbeeld. Of iedereen heeft dat en dat en dat. Op een gegeven moment gaat iedereen op elkaar lijken. En, terwijl ik liever individuen zie of zo. Oké. Ja, als je nu terugkijkt naar het album, wat zou je eventueel anders doen? Ik weet niet, eigenlijk. Ja, ik heb echt heel veel zin in een nieuw album. Ik ben ook weer aan het schrijven en ik ben eigenlijk hartstikke trots op. Maar ik ben gewoon heel erg trots. En het is gewoon gegaan zoals het is gegaan. En daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat ik de volgende keer iets minder lang bezig zal zijn. Of... Want dit was eigenlijk, we hebben echt drie jaar lang live gespeeld, echt heel veel. En dit was een soort afsluiting van die periode of zo. Wat we ook echt op al met proberen vast te leggen is die live energie. Dus je hebt echt de band sound en dan wel aangevuld met allemaal karakteristieke sounds of zo. Die, ja, het is ook heel beeldend of zo, denk ik, de muziek. Dus ik bedoel, ja, als we een soort saloon vibe willen schetsen of zo, dan heb ik ook een honky-tonk piano of een wasboord, weet je, uit die... Dus dat soort dingen hebben we er ook op gedaan, maar... Nou, ik denk dat het een... het was natuurlijk een eerste album, dus echt... je moet alles heel erg leren en zo, en overal achterkomen, dus... Ik denk dat het volgende keer iets minder lang gaat duren. En, nou ja, weet je, die nummers die we hebben opgenomen, die had ik dus ook al, ja... Sommige iets korter, maar de meeste wel een stuk of drie jaar of zo. En dit wordt allemaal nieuwe muziek, dus dat, die, ja, ik denk dat het allemaal, ja, heel spannend vind ik het. Heel leuk, maar misschien nog iets frisser of zo. Ja, kan je al iets vertellen over waar je nu mee bezig bent? Of? Nou, eigenlijk meer dat ik gewoon aan het schrijven ben zonder echt doel of zo. Wat ik wil is heel veel leren nu. Ik wil nog beter gaan gitaar spelen en nog beter zingen. Ik wil ook zelf leren produceren en het is meer dat ik nu in een flow wil komen. Dus ik maak eigenlijk gewoon heel veel muziek, bijna elke dag. En ik denk dat ik over een tijdje eens ga kijken naar wat ik allemaal heb. Waar ik blij van word of ik er een soort lijn in zie of zo. Dus het is eigenlijk gewoon heel vrij en zonder doel. Ik denk dat ik vroeger, of hiervoor eigenlijk, heel kieskeurig was van... shit, is dit wel precies wat ik wil zeggen en is dit en dit? En nu ben ik eigenlijk totaal niet zo bezig. Ik heb gewoon heel vrij, ben ik gewoon bezig. En wat wil je bereiken op muzikaal gebied? Dat ik mezelf blijf verrassen. Ja, en dat ik anderen... Ik denk als ik mezelf blijf verrassen en blij blijf maken... dan moeten er vast wel andere mensen zijn die het ook leuk vinden ofzo. Maar ja, blijdschap. Oké, dank je. Jee, jij dank.